Goedenavond. 175 nieuwe Nederlandse doden door het coronavirus, maar toch zien we een beetje positief nieuws. Want het aantal nieuwe besmettingen ligt voor de tweede keer op rij onder de 1000. Hoe is het op de IC's daarover vandaag? Wat heeft voeding te maken met het coronavirus? En heel veel operaties worden uitgesteld. Hoe moet het daarmee? Dat en een heleboel kijkersvragen in een extra uitzending van Avondgasten. Corona in Limburg. Goedenavond, hartelijk welkom. Het coronavirus beheerst al weken ons leven. Maar de mensen die er echt 24 uur per dag aan denken en meewerken, dat zijn natuurlijk de ziekenhuismedewerkers. Aan tafel twee druk bezette artsen. De heer Van Bodegraven, hartelijk welkom. Maag-darm-leverarts. En mevrouw Faber, directeur patiëntenzorg van het MUMC Plus. Voor u is het leven totaal anders. Ik begin even met u, mevrouw Faber. Hoe anders? Op het moment dat dit natuurlijk in Nederland begon, zijn wij maximaal gaan voorbereiden op alles wat er op ons afkwam. En dat betekent dat de agenda helemaal leeggeveegd is. Alle dingen die we normaal doen, doen we nu niet. En we zijn heel druk bezig geweest met het ontwikkelen van scenario's. Het zorgen dat we extra intensive care capaciteit konden regelen. Maar ook afdelingen, gewone ziekenhuisafdelingen die we vrijgemaakt hebben voor de opvang van patiënten. En alles wat er omheen komt natuurlijk. En daar is het hele ziekenhuis met man en macht mee bezig geweest. Crisismanagement heet dat in één woord eigenlijk. Dat heet echt crisismanagement, ja. Dat betekent dat je anders moet gaan denken, meneer Van Bodegraven. Ja, zeker, zeker. Dus ik herken het erg van ons ziekenhuis. Er is een team gemaakt. Eén taak, één team. Ja. Alle schotten tussen specialisten en tussen allerlei assistenten is verdwenen. Een heel groot team. En met z'n allen probeer je de berg met werk goede banen te leiden. Dus dat werkt eigenlijk beter dan het voorheen werkte? Ja, nou ja, je ziet dat er is een nieuwe instelling, een state of mind zie je ontstaan bij alle instellingen. Dokters, verpleegkundigen, patiënten, huisartsen. Dat is verfrissend, anders in vergelijking met de stugheid die materie vroeger wel eens bleek. Vasthouden dit. Veel druk op de IC-afdelingen blijkt ook uit dit frontbericht van een IC-medewerker van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Op het moment ben ik bezig met een nachtdienst. Deze duren nu van 7:30 avonds tot 8:00 morgens. Dit is geen normale nachtdienst, want we draaien nu 12 uur diensten. Je bent nu klaar om de kamer te betreden. Het is pittig, het is hard werken. Normaal is het dat de nachtdiensten vaak rustiger zijn. Nu zien we dat dag- en nachtsituatie eigenlijk geen verschil meer heeft. De patiënten blijven dag en nacht komen. We blijven veel interventies uitvoeren. We moeten echt per uur bekijken wat we met de beademing doen. Eventueel dialyse en dergelijke. Maar ook je kunt mensen op de buik leggen aan de beademing. En zo zijn we heel veel mensen aan het draaien. Terug op de buik, terug op de rug. Dat kost heel veel tijd. Dit is de beademingsmachine. Dit is een losse beademingsmachine. We hebben nu alles ingezet wat mogelijk is, want alles is gewoon nodig. Het is alleen maar werken, 12 uur lang. Je gaat naar huis, je slaapt en eigenlijk je staat op, je eet en dat is je dag. Op het moment is het 4:15 s'nachts. We hebben zojuist de voorbereiding getroffen om de vierde patiënt van deze dienst te draaien. Buikligging is vaak een van de laatste opties die als behandeling gegeven kan worden. Dat is de reanimatietelefoon. Ik moet ophangen. Ja, we hopen maar dat dat goed afgelopen is. Mevrouw Faber, is dit is de IC-afdeling, we zien die medewerkster. Is dit waar u de hele tijd mee bezig bent, het probleem op de IC-afdeling? Nou, dit is één van de dingen waar we natuurlijk druk mee bezig zijn. Je ziet dat de druk op de intensive care enorm toeneemt. U moet opschalen. En we moeten opschalen, dat is in heel Nederland is dat het geval. En wij zijn al heel ver opgeschaald, daardoor hebben we ook nog wel een beetje ruimte. Maar je ziet ook dat er echt zieke patiënten op de intensive care komen, waar toch, ja, dat is arbeidsintensief. Het is emotioneel belastend. Ook op de gewone afdelingen is het emotioneel belastend voor medewerkers, omdat er toch ook regelmatig patiënten overlijden op afdelingen waar we dat normaal eigenlijk helemaal niet zo gewend zijn.
Dus dat is één zorg van ons. En de andere zorg die we natuurlijk hebben, is dat we ook andere patiëntencategorieën hebben die nog steeds zorg nodig hebben. Denk aan mensen met kanker. Waar we natuurlijk ook moeten proberen om dat op een goede manier toch gedaan te krijgen. En dat vraagt natuurlijk ook het nodige, want dit vraagt een heleboel extra inzet van personeel. Dat moet je op andere plekken weghalen. Ja. En dat is een spanningsveld waar we toch mee te maken hebben. Ja. Er is een kijkersvraag over gesteld. We gaan er zoveel mogelijk bespreken vandaag. Deze is van Chantal Jacobs. Zij zegt, er wordt veel gesproken over het opschalen van IC-bedden. Is er wel voldoende personeel voor deze bedden? Nou, op dit moment is er nog voldoende personeel voor. We hebben daarvoor personeel bijvoorbeeld van de operatiekamers afgehaald. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van inderdaad wat je kunt opereren. Maar als we nog verder zouden moeten opschalen. En dat hebben we gehoord dat dat waarschijnlijk nodig zal zijn als je kijkt naar de ontwikkelingen. Dan zijn dat wel dingen die een probleem zijn. We hebben gelukkig wel zeg maar via allerlei acties mensen terug het huis ingekregen die vroeger zeg maar op de intensive care gewerkt hebben. Maar is dat een wondje voor het bloeden? Nou, dat zijn toch wel flinke aantallen. Dat merken wij en dat zal elders in de regio ook zeker zo zijn. Ja. Mensen zijn zich ontzettend bewust van het feit dat we iedereen kunnen gebruiken. Maar als er nog mensen zijn die zeggen, oh, ik kan ook helpen, dan horen we dat natuurlijk enorm graag. Ja, dat ziet u bij u in het ziekenhuis ook in het Zuiderland? Ja, dat is heel herkenbaar. Dus de opschaling is gelukkig anticiperend over nagedacht. Van tevoren, we weten, er komt een golf aan. Ja. Deed dat anders in. Maar nu wordt de rek op de band gezet. Ja. En als er inderdaad die geweldige hoos komt op het topje van de berg, de intensive care, dat is waarschijnlijk het kwetsbaarste gedeelte van de organisatie. Ja, dan wordt het spannend. Ja. Maar daaronder zit natuurlijk ook een geweldige laag met gewone bedden. Met gewone COVID-mensen en ook nog de gewone zieke mensen. Ja. En dat maakt dat de komende weken spannend worden. Hebben we voldoende ruimte, maar hebben we ook voldoende mensen en voldoende expertise bij die mensen, voldoende kennis om het allemaal aan te kunnen. Ja. U stelt de vraag, als u hem nu moet beantwoorden, voor uw ziekenhuis? Ik heb geweldige bewondering voor de mensen die het allemaal gepland hebben. En ik heb er veel vertrouwen in dat we nou in ieder geval de schouders er flink onder kunnen zetten. U zou echt de politiek in moeten wat betreft uw ziekenhuis. Ziet u het zitten? Denkt u, we gaan dat redden? Ik denk dat wij een heleboel aan kunnen. We hebben ongelooflijk goed voorbereid. Je ziet dat iedereen echt heel solidair is en met elkaar de schouders eronder zet. Dus ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen. En dat denk ik eigenlijk voor heel Nederland. Je merkt dat er enorm veel samenwerking is, ook binnen de regio bijvoorbeeld. Dat we ongelooflijk ons best doen om elkaar te helpen. En ik denk dat gewoon de enige oplossing is om er doorheen te komen. Ik ga naar een vraag van Angelique Simons. Ze zegt, worden operaties pas hervat? Dat zijn dan de niet-urgente, zoals u dat zegt, operaties. Als alle coronapatiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Mag ik naar u, meneer Van Bogenhuizen? Ja, nou, ik vind niet urgent een lastig begrip, hoor. Elke operatie is natuurlijk urgent. Dat is een heel ingewikkelde ingreep die je alleen maar doet als het echt moet. Dus het is eigenlijk meer of minder uitstelbaar zonder consequenties of met consequenties. Mm-hmm. Operaties die moeten en die niet gerelateerd zijn aan corona of aan beademing, die gaan nog steeds door. Ja. Als het echt moet, als het niks anders kan, dan moeten we dat echt, ja, het koste wat het kost, of in ieder geval, we moeten dat meeplannen. Ja. Maar er zijn ook dingen die je wat later kan doen. Noem ze eens even, wat gaat er niet door aan operaties? Nou, stel dat je een nieuwe heup moet en je loopt al 2 jaar met heupklachten. Ja. Ja, dan had je eigenlijk liever gisteren geopereerd willen worden. Ja. Maar dat kan over 2 maanden natuurlijk ook. Ja, nieuwe knie is er ook zo een. En nieuwe knie. En de chirurg kan vast veel meer voorbeelden bedenken dan ik. Maar al die operaties die staan op wachtlijsten, weet u ook. Want u bent hoofddirecteur van patiëntenzorg. En die wachtlijst moet ook een keer aan de beurt komen. Ja, zeker. Ja, u voorspelt een toekomst waar we nog langdurig met dit te werken zullen moeten gaan. Hoe kijkt u daarna, mevrouw Faber? Kijk eens even mee, hoe lang blijft dat een probleem? Ik denk dat we er nog wel een behoorlijke tijd last van zullen hebben. Want we hebben natuurlijk meer en wat minder urgente operaties. Als je denkt bijvoorbeeld aan mensen met kanker, dan zeg je dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk. Alles wat echt nu moet, dat kan inderdaad ook nu. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je eigenlijk wel op wat kortere termijn wil. En die
gebeuren dan op korte termijn. Maar ja, dat betekent toch dat er een aantal dingen echt behoorlijk opschuiven. En dat betekent ook dat je voor die nafase heel goed moet gaan bekijken van nou, hoe gaan we dat dan opnieuw inregelen? Want als je alles tegelijkertijd weer opstart, dan loopt de boel zeker spaak. Dus daar moet je ook weer scenario's voor ontwikkelen. Daar zijn we mee bezig. Maar kijkt u eens even naar die nafase. Probeert u daar eens een aantal jaren aan te plakken? Of maanden of weken? Hoe lang gaat dat duren? Nou, ik denk dat je daar zeker een half jaar voor kunt rekenen. Voordat het weer helemaal up and running is. Maar dat is natuurlijk een beetje een gok, want we hebben dit nog nooit meegemaakt. Of is dat voorzichtig ingeschat? Een ja, half vind ik jaar heel voorzichtig, ja. Ja, wat denkt u? Nou, het is een beetje afhankelijk van hoeveel routine, gewone dingen je doet en hoeveel complexe dingen. Ja. Maar ik denk dat bij elke maand dat wij niet het gewone werk kunnen doen, denk ik dat je zeker 3 maanden problemen erachteraan kan optellen. Dus waar denkt u aan? Niet aan een half jaar maar? Nou, ik zou heel blij zijn als we volgend jaar op dit punt staan, dat we dan de boel weer aardig op orde hebben. Dus zeker een jaar naweeën van deze absoluut. Crisis? Ja, dat is. Denkt u dan dat er een nieuwe crisis gaat komen? Een nieuwe zorgcrisis? Ik denk dat wij de planning die we nu voor dit hebben moeten verlengen. En zeker ook in regionaal verband. Hoe krijgen we dat zo gladjes mogelijk georganiseerd? En tegelijkertijd, hoe is dat medisch? Blijft dat medisch goed verantwoord? Hoe borg je de gewone zorg? Ja. Over de gewone zorg gesproken. Harriette van den Munkhof is patiënte in de Vickery ziekenhuizen in Venlo en in Venray, collega ziekenhuizen van u. Harriette had borstkanker, is ook geopereerd, heeft een aantal chemokuren gehad, is bezig met haar laatste kuur en we hebben contact met haar door het raam. Want, Harriette, goedenavond, naar buiten en contact met die cameraman, dat durf je op dit moment niet aan, hè? Nee, inderdaad. Goedenavond. Dat durf ik inderdaad nog niet aan. Nee, dat risico dat zullen we toch maar niet gaan lopen. Nee, nou, je klinkt heel erg goed, dus de verbinding is prima. Hoe kwetsbaar ben je dan op dit moment? Ik ben kwetsbaarder dan gezonde mensen, natuurlijk. Mijn weerstand die is nogal laag, dus ja, het kan eigenlijk heel weinig hebben. Ja, je moet gewoon voor alles opletten, dus je neemt het zekere voor het onzekere. Maar toch ga je naar het ziekenhuis voor zo'n chemokuur. Ben jij niet bang om naar het ziekenhuis te gaan? Nou, in eerste instantie was ik wel bang. Maar de begeleiding en de verzorging is echt zo goed. Dus ik voel me er eigenlijk heel erg veilig. Ja, je was eerst wel bang. Waarom was je bang dan? Nou, ik was bang. Ik dacht, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen. De polies zijn misschien nog open. Je weet niet wat er allemaal loopt, hè? Nee, ja, je bedoelt van, stel je nou voor dat je dat virus daar oploopt. Dat is eigenlijk wat je zegt, denk ik. Ja, juist. Ja. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, ja. Ja, Harriet, ja. Er is een heleboel veranderd. Voorheen, neem ik aan, mocht je partner meenemen of mocht je familielid meenemen. Maar dat mag natuurlijk allemaal nou niet meer als jij voor die chemokuur gaat, hè? Nee. Ze brengen me weg tot aan de deur en dan ben ik alleen. Dat is wel akelig. Dat is minder prettig, ja. Ja, ja. Minder prettig, maar het moet. Hoe gaat het nu met je? Het gaat, naar omstandigheden gaat het goed, gelukkig, ja. Dan wensen wij jou alle goeds toe. En dank dat je ons even te woord hebt gestaan. Door het raam, maar dat ging helemaal prima, Harriet. Alle goeds. Oké, fijn. Harriet fijn, dankjewel. Ja, bye-bye, doei. Vandaag werden er allemaal cijfers bekend. Iedere dag worden er allemaal cijfers bekend. Maar vandaag zei Diederik Gommers, hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, die zei een aantal opvallende dingen die hij zag over coronapatiënten op de IC. Uit RIVM-data blijkt dat relatief veel mannen terechtkomen in ziekenhuizen. Bij de besmettingen is de man-vrouw verhouding vrijwel 50-50. Maar van het aantal opgenomen patiënten ligt het anders. Ongeveer 62% daarvan is man. Deze verhouding is nagenoeg hetzelfde bij de patiënten die overleden zijn. Hoofd van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, zei vorige week bij Jinek dat 75 tot 80% van de IC-patiënten obesitas heeft.
Gommers noemde als verklaring de druk op de borstkast die bij mensen met overgewicht groter is en kan leiden tot ademhalingsproblemen. Het RIVM heeft mensen met diabetes 2 en hart- en vaatziekten aangemerkt als bijzondere risicogroep. Overgewicht gaat vaak gepaard met die aandoeningen. Hij zegt dus eigenlijk meer mensen op de IC die coronapatiënt zijn die overgewicht hebben. Herkent u dat beeld in Sittard Geleen? Ja, niet alleen in Nederland, maar het wordt elders ook gemeld. Overgewicht lijkt vaker voor te komen. Ja. Ik denk wel dat er heel veel nuances nodig zijn. Eén, ook buiten de intensive care lopen heel veel mensen met overgewicht. Dus zeker. Heel klein groepje met mensen met overgewicht komt daar. En is daar een selectieproces? Heeft het te maken met de ziekte? We weten het niet precies. Nee. Je kunt daar een idee over hebben. De beademing, noemt de intensive care dokter. Dat is ook een deskundige van de beademing. Ik ben wat meer in de afweer geïnteresseerd. Dus dan zeg je ja, die vetcellen, het zijn hele actieve ontstekingscellen. Dat weten we eigenlijk niet. Maar als je heel zwaar bent, dan heb je veel meer ontstekingsbehoeftigheid. Dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar we weten het niet. En ja, we moeten er dus mee handelen. De mensen, dat er meer mannen liggen, maar misschien ook wel meer blanke mensen. Misschien wel meer mensen die een zachte G gebruiken. Dat zal zeker, want ja, dat hebben wij hier. Ja, precies. Dus u zegt, ik weet het niet zozeer. Mevrouw Faber, ziet u dat op de IC-afdeling in Maastricht dat er meer mensen bij de coronapatiënten, meer mensen zwaarlijvig zijn? Nou ja, het is inderdaad precies wat mijn collega zegt. We zien inderdaad meer mensen met zwaarlijvigheid. Maar dat zien we in de algemene bevolking ook. En de vraag is natuurlijk wat precies het verband is. En of dat dan iets met het afweer te maken heeft, of iets met andere afwijkingen of risico's die dat ten gevolge heeft. Dat is denk ik iets wat allemaal nog uitgezocht moet worden. Ja, u durft het eigenlijk hardop niet te zeggen. Toch doet uw collega dat eigenlijk wel. Ben je kwetsbaarder, denkt u, als je overgewicht hebt? Ben je kwetsbaarder voor virussen? Dat durf ik wel te zeggen. Dat mag je absoluut niet uit deze observatie beoordelen. In algemene zin, als je wat zwaarder bent en je ligt op de intensive care, dan doe je het beter. Dus je zou zeggen, dan doe je het beter. Ja, dus dan is de kans dat je goed uit de intensive care komt, is in algemene zin wat hoger bij mensen die wat zwaarder op de intensive care zijn. Want? Niet heel zware, maar zullen we zeggen een beetje zwaar. Die doen beter dan de magere mensen. Ja. Als ik het wist, dan was ik professor. Maar dat is wel bewezen. Daar zijn er verschillende series over te vinden. Niet bij COVID, maar wel in algemene zin. Intensive care. Ja. Je ziet bij die man-vrouwen, dan wel weer vervelend. Vrouwen hebben over het algemeen juist een actievere afweer. Dus misschien dat die mannen, die hebben juist wat minder afweer, zou je dan zeggen. Maar dat past dan eigenlijk weer niet zo erg bij die wat zwaardere mensen. Ja. Dus wij weten het echt niet. Nee, we gissen nog een beetje. Ik ga even naar een kijkersvraag van Patrick Koens. Patrick zegt, mensen zitten nou veel thuis. Die liggen dan ligt ongezond eten en snoepen op de loer. Verwacht u dat er veel obesitaspatiënten bijkomen in de komende 5 jaar vanwege deze coronacrisis? Als je maar 5 jaar thuis in huis zit en niks doet, dan zal ongetwijfeld het aantal mensen dat zwaarder wordt, zal groter worden. Maar zo lang gaat het niet duren. Althans, dat zou me toch wel zeer verbazen. En er is wel een heel verschil tussen als je op de intensive care ligt en de omstandigheden van een intensive care en als je thuis zit. Ja. Dat gaat over gezonde mensen. Ja. Dat gaat over heel andere adviezen over voeding, over lichaamssamenstelling, over je gewicht, over je fitheid, dan als je eenmaal daar in die situatie terechtkomt. Ja, dat begrijp ik. Ik ga naar nog een andere kijkersvraag. Deze komt van Erwin Meertens. Wat moet ik in deze periode doen? Moet ik nou veel eten om weerstand op te bouwen of weinig eten om gewicht te verliezen? Snel gewicht verliezen is geen goed plan, want dat gaat ten koste van je afweer. Daar kom je in een slechtere conditie van. Iedereen die een crash-dieet doet of die een dieet weet dat hij zich slapper voelt. Niet dat doen. Is ook afweer, is het zo. Zou ik om die reden zeker niet doen. Het is natuurlijk wel de kunst nu om je lichaamssamenstelling ideaal te krijgen. En daar hoort een goed voedingspakket daarbij.
Iedereen zit thuis, je hebt wat tijd om meer te koken. Dus je hebt nu de kans om een gezonde schijf van vrij, groenten, fruit, gevarieerd. Wat we eigenlijk al weten, maar dan nu helemaal rekening nu houden. Ja. Mevrouw Faber, dat geldt ook voor de medewerkers, voor uzelf natuurlijk, voor u allebei, maar ook voor de medewerkers van het ziekenhuis. Zeker. Extra ondersteuning in deze drukke tijden. Houdt u daar op een of andere manier rekening mee? Ik probeer eigenlijk altijd wel om gezond te eten natuurlijk. En dat geldt voor iedereen, dat je dat in principe altijd moet doen. Ja. Maar de medewerkers, wordt er een beetje op gelet? Wij proberen zeker op onze medewerkers extra te letten. Juist in deze tijd dat er zoveel van ze wordt gevraagd, is er ook echt een team hard onder de riem genaamd. Oh ja. Dat zich echt bezighoudt met wat extra ondersteuning voor onze medewerkers. Ja. Daar sluit deze vraag van Judith Hoebe bij aan. Judith zegt, de druk op het medisch personeel is groot. Hoe lang kunnen ze dit volhouden? Want naast de lichamelijke belasting door langere diensten is er natuurlijk ook een enorme psychische belasting. Met andere woorden, we horen u net zeggen, dit gaat nog heel lang duren, want er komt nog een nasleep. Hoe lang houden deze mensen het allemaal vol? Nou ja, de bedoeling is natuurlijk dat mensen dit echt wel een tijd volhouden. Dit is geen sprint, maar een marathon, zeggen wij in huis al. Ja. Dus we moeten dat echt een tijd volhouden. Dat betekent ook dat we maximaal moeten inzetten op de ondersteuning van onze werknemers. Dus we hebben niet alleen het hart onder de riem team, maar er is ook een heel psychosociaal team ingericht, waarbij mensen van de afdeling psychiatrie, de psychologie, maatschappelijk werk zijn aangesloten om langs de afdelingen te gaan om mensen te helpen met die ondersteuning. We proberen extra goed op te letten na iedere dienst, een debriefing te doen met mensen. Maar je kunt want je ook voorstellen, heel veel op ze af. Ja, maar mensen werken ook met adrenaline. We kunnen meer aan dan in andere situaties, want ze hebben het gevoel van samen sterk, we moeten ervoor gaan. Er gaat een keer een knakje naartoe komen. Absoluut. Wat dan? Ja, nou ja, dus we proberen inderdaad mensen heel goed bewust hiervan te laten zijn, goed op zichzelf te laten letten. En betekent ook dat we met z'n allen moeten zorgen dat je inderdaad zo gezond mogelijk leeft. Hè? Zorg dat je ook je ontspanning neemt. Dat je ook af en toe echt even afschakelt. Ook voor mensen die, zoals wij in het crisisteam zitten, is dat van belang. Want anders houden we het inderdaad niet vol. En dan hebben we uiteindelijk helemaal niks natuurlijk. Ik wil met u even, meneer Van Bodegraven, nog naar de operaties die uitgesteld zijn. Er zijn patiënten, daar hebben we ook vragen over gekregen, die twijfelen of ze wel met hun vraag naar het ziekenhuis moeten komen. Wanneer nou wel en wanneer nou niet? Nou, korte lijnen is altijd belangrijk. Dus bij twijfel zou ik zeggen, altijd je informeren over hoe en wat. Bij wie? Dat kan bij de huisarts. Dat kan zeker bij die patiënten die chronische zorg krijgen, vaak bij die specialist die daarbij betrokken is. Mm-hmm. Cardioloog, longarts, MDL-arts. Kom je er helemaal niet uit, dan kan je altijd een belletje naar het ziekenhuis eraan wagen. Want er is natuurlijk telefonische en opvangdiensten zijn er nog steeds. En dan krijg je wel een goede plek. Maar merkt u ook, want ik las over het Vicurie ziekenhuis, dat mensen hartpatiënten het laten afweten, die melden zich niet meer. Merkt u dat ook? Ja, er wordt minder bezocht. Ik heb horen verluiden in de eerste lijn al bij de huisartsen komen al minder mensen. Er zijn mensen bij ons in het ziekenhuis die bang zijn om naar het ziekenhuis te komen. We hoorden net een heel goed voorbeeld. Ja, wat zegt u daartegen, tegen die mensen? Het risico is niet zo idioot groot. Hè. Het is te groot, want het hoeft niet. Dus je wil het vermijden. Maar het is maar heel klein als je naar het ziekenhuis gaat dat je het oploopt. En de meeste mensen lopen het niet in het ziekenhuis, maar buiten het ziekenhuis op. Sommige mensen zijn ook bang dat dat er andere, belangrijkere dingen nu aan de orde zijn in het ziekenhuis. Ja. En denken, dat voor mij kan nog wel wachten. Ja, dat zijn typisch van die dingen die even moet kortsluiten met de behandelaars, met je behandelteam, met dus je huisarts. Als je daarover twijfelt, zeker. Ja. Ja. Hebt u mensen aan de telefoon gehad de afgelopen week die twijfelden? In mijn vakgebied zijn toevallig heel veel chronische patiënten, waardoor wij een soort van netwerk daarvoor hebben. Ja. En wij krijgen dus heel veel van die vragen en kunnen daar ook direct antwoord op geven. Dat geldt misschien voor de cardioloog minder en niet alle specialisten hebben het zo ingericht. Maar dat neemt niet weg dat het van belang is, juist voor die mensen die niet in het circuit nu van de corona zitten, om te zorgen dat die mensen ook goede zorg krijgen. Dus die moeten zich melden en in ieder geval de vraag stellen. Zometeen om 7:00 is er een persconferentie van Mark Rutte. Wat verwacht u, mevrouw Van?
Ik verwacht eerlijk gezegd dat de maatregelen die er nu zijn, dat we die nog even gaan volhouden. Dus ik verwacht geen echte uitbreiding van maatregelen. Maar wel dat die periode verlengd zal worden die we nu hebben. Dat is wat ik verwacht. Heel kort, meneer Van Bodegraaf, goede zaak als dit dat inderdaad het geval zou zijn? Nou, daar heb ik geen verstand van, maar dat gaat gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Daar heeft u wel verstand van. Nou, mijn kristallenbol heb ik bekeken. Ja, het duurt zeker nog een paar weken. Hartelijk dank voor uw komst hier en heel veel succes met uw werk. Wij zenden de persconferentie live uit om 7:00 en om 7:30 is er een update, een nieuwe verse versie van Limburg Centraal. Ik wens u alvast een hele fijne avond. Blijf gezond. Tot morgen.